Hallo en welkom terug bij Dutch Digger. Excuses voor de wit. Ik was vandaag niet van plan om te gaan filmen. En gewoon lekker even wat te zoeken. En dan zul je altijd zien dat je wat bijzonders vindt. En een mooie dikke musketkogel. En een Duitse Hollandia. En een Patronus. Denk Tweede Wereldoorlog. En de volgende vondst, een mooie zware knop. Helmpje erop, misschien van de brandweer. Gaan we even uitzoeken, maar. Mooie vondst. Ja, en weer een zilveren dubbeltje. Ik kan er nu nog helemaal niks van maken. Welk jaar, maar 10 cent is duidelijk. Straks schoonmaken, ja, en dan hopen dat er een Willem in plaats van een Wilhelmina tevoorschijn komt. We zullen zien. De volgende vondst, denk ik, een paardenbelletje. Ziet er leuk uit. Ja, een mooie gulden, 1976. En helaas niet van zilver, maar super mooi bent. En een 2 cent België. Nou, ik denk weer het zilveren dubbeltje. Daar. Pakken. Ja. Even oppoetsen, een momentje. Ja, zeker een zilveren dubbeltje. Ik denk te kunnen lezen ergens uit de jaren 20, 1925 of 28. Dat is een Wilhelmina. Maar die gaan we nog mooi krijgen. Weer een zilveren dubbie. Op naar de volgende. En een Duit Gelria 1759. Ja, en weer een supermooie Willemscent. Ik zal hem even omdraaien. Komt die. 1876. Topmunt. Op naar de volgende. En weer een musketkogel. Nou, tot slot. Nog een mooie Willemscent. 1822. Ziet er nog super uit. Yes. En weer een mooie .50 kogelpunt. Je kunt de groeven nog zien. Hij is verschoten. Altijd leuk om te vinden. En nog een leuke leeuwzet erbij. Was vandaag niet van plan om te gaan filmen. En gewoon lekker even wat te zoeken. En dan zul je altijd zien dat je wat bijzonders vindt. Eerst even het begin van de dag. Gewone zand. Een stukje van zinken oorlogsveld. Halve Willemscent, 1863. Nog een cent. Eigenlijk al het gebruikelijke spul. Maar toen,
Kom dat. Ja, precies. Zilver. Veel ouder dan wat ik normaal altijd vind. Ik heb ook helemaal geen verstand van wat het is. Ik heb hem al even op Facebook geplaatst. En daar heeft men het over een denier uit de 10e eeuw. Ja, ik sta nog helemaal te shaken. Ik ga even verder zoeken. En als het helemaal zeker is wat voor munt het is, zie je hem uiteraard terug met alle informatie. Echte vondst van het jaar voor mij. Super. Op naar de volgende.